Pak de bal. Pak de bal. Pak die bal. Pak die bal maar. Welkom bij Prul of Praal, de videorubriek op nu.nl waarin we gadgets uit China bestellen en kijken of het wat is. Dit keer geen gadget voor mensen, maar voor honden. Ja, heel goed. Dit is de Fetch and Treat, een systeem voor honden eigenlijk. Zonder batterijen, zonder snoertje dit keer. Gewoon een heel makkelijk systeem wat hierin zit, waarmee de hond zichzelf kan belonen. Hier aan de bovenkant zit een gat, waar de brokjes ingaan. Die moeten uiteindelijk hier in deze bakjes terechtkomen. Dat gebeurt als ik hier een balletje in doe. En dan komt dat hier op een hendel terecht. En dan komen de brokjes eruit. En hoofdrolspeler Cody, die gaat het uitproberen voor ons. Pak hem maar. Zie je nou hoe het werkt? Pak de bal. Eerste bal. Goed zo. En daarin. Pak de bal. Pak de bal. Pak de bal. Pak hem maar. Gooi hem er maar in. Pak die bal maar. Cody. Nee. Het is afgelopen. Nou, ik vind dat je stap 1 heb je in elk geval gemasterd. De Fetch and Treat kost €25. Daarvoor krijg je wel een balletje erbij en een mechanisme wat in elk geval werkt. Heb je wel even geduld nodig, want de hond moet het natuurlijk zelf leren. Wat dat betreft is het dan een praal. Ik denk dat het wel iets goedkoper en gemakkelijker is als je gewoon een balletje weggooit en de hond een beloning geeft als hij die terug komt brengen. Maar wil je nou je hond een beetje frustreren en hopen dat hij vanzelf iets leert, dan is dit een leuke praal. Spring! Kijk, heel goed, jongen. Vond je het een leuke video? Doe dan even een duimpje omhoog en vergeet natuurlijk niet om te abonneren op ons kanaal zodat je nooit meer een prul of praal mist. Wil je dit prul winnen? Laat dan even in de comments achter waarom. Kom maar.